Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag introduceren we een nieuw concept. Lekker opruimen. Want wie houdt niet van een schoon huis? Wij zijn best opruimfreaks. Maar eerlijk is eerlijk. Sinds wij kinderen en een man hebben. Gewoon ook allebei. Is het niet heel opgeruimd meer, hè? Nee. Nou, ik moet zeggen. Wij zijn zelf op zich wel opgeruimd. Maar zodra je inderdaad weer in zo'n... Ja, gezin na een papadag zeg maar weer thuis komt, dan denk je, oh ja, verschrikkelijk. Zo kan dat zijn. Nou ja, je ziet hier de schade van vanochtend al. Weet je, dus deze gaan wij vandaag eens lekker opruimen. En ondertussen gaan wij een This or That video opnemen. Dat leek ons wel gezellig. Ik heb via Instagram jullie allemaal verschrikkelijke, moeilijke, grappige, lastige dilemma's voor laten stellen. En wij gaan vandaag kiezen. En we moeten kiezen. Dat is een spelregel. Okay. We moeten kiezen. Ja. We mogen geen diplomatieke antwoorden geven. Nee. Oké, dus het wordt gewoon even tak, 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 kiezen en opruimen. Ja, kiezen en opruimen. Ja, precies. Oké, okay. En jij gaat vandaag volgens mij Gijs zijn kledingkast wegruimen omdat er een aantal dingen uit kunnen. Dat is ook altijd wel fijn. Dan heb je weer een beetje het idee van wat kan er nog bij kopen en wat kan er weg, zeg maar. Dat is ook altijd wel soms van opgeruimd hoofd. Aan de slag! En dit is de before. Nou schat, ik vind het nog meevallen. Kijk, die deken zo, dat doe ik ook altijd. Dus, hè? Een blokje hier en daar. Ja, kijk, ik snap wel eerder dat je zeg maar kan frustreren. Ja, valt me ook nog mee hoor. Nee, maar jongen, echt, soms zie je mensen van die mega nette kledingkasten. Die van mij zijn altijd een zooitje, jongen. Ja, nou ja, vouwen is niet jouw sterkste kant. Nee. Gelukkig ben ik er vandaag. Nee, joh. Die al helemaal niet laten zien. Oh, nee, even kijken. Ja, man, dat valt echt nog mee. Ik bedoel, mijn kasten zijn ook wel erg soms hoor. Nee, dat komt wel goed. Nou, laten we aan de slag gaan. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar hoe vaak stof jij echt boven? Echt goed af. Ik bedoel, echt ook boven de raampjes en zo. Oh. En weet ik veel wat. Of boven de deur, de deurpost. En mijn opa, die was vroeger schilder, die zei altijd, vrouwen, echt heel denigrerend dit hoor. Dus ja, niks naast mijn opa. Was een man uit jaren 1900. Ja, precies. Hè. Die zei echt zo van, vrouwen die poetsen nooit de deurposten als ik ga schilderen. Zeg maar, dat was een schilder. Daar bovenop. Ja, 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 ja. Dus dat, nou ja, goed. Ja, sorry opa, ik doe het dus eigenlijk ook nooit. Dus, nee, ja. Nou, en mannen doen het zelf ook niet. Dus wat dat er gaat, niemand doet ik het eigenlijk. Ik wil het zeggen. Dus, en zegt altijd, we moeten van boven naar beneden werken. Ja. Dus laten we denk ik ook dat maar eens een keer meenemen dan. Hè? Nou, eerst maar eens opruimen dus. Herkennen jullie dat je altijd overal de kleding van de vorige dag hebt slingeren? Of bijvoorbeeld die pyjama's van de kinderen, die liggen dan ergens. Dat heb ik wel heel vaak. Die worden meestal gewoon op het aankleedkussen gepleurd. Dus dat ruim ik 's ochtends vaak wel eventjes op, net als de dekens even opschudden. Verder doe ik door de week niet heel veel in de kinderkamers. Ik zorg wel trouwens dat ze het speelgoed waar ze 's ochtends mee spelen, dat doen ze soms dat wel opgeruimd wordt. Maar, ha. Hier is de kruk. Yes! Ja, ik ga bovenop mijn deurpostjes stoppen. Eigenlijk is het wel lekker om eens een keer echt groot schoonmaak van zo'n kamertje te doen. Ja. Want dat heb je eigenlijk en gezellig met z'n tweetjes. Ja, precies. Ik zal die doek even mee. Nou, team, de eerste This or That. We beginnen met een makkelijke. Nooit meer een auto of nooit meer een fiets. Ik had er net even wel eentje opgesnort. Nooit meer een auto of nooit meer een fiets. Nou ja, nooit meer een fiets. Ja, ik ook eens. Ik kan hier niet bij. Ik ben nog te klein. Short people problems. Ja. Oké, okay, maar nooit meer een auto. Nooit meer een fiets. Nee, nooit meer fiets dan. Ja, dat klinkt heel erg. Maar oh, wat erg eigenlijk. Ja. Dat ik zo iemand ben geworden. Want in onze studententijd miste ik eigenlijk helemaal geen auto. Nee, maar dan was alles best wel dichtbij natuurlijk. Je hoeft ook nergens heen met kinderen of weet ik wat. Nee, dat je kinderen ook op de fiets hebt. Ja. Dus je hebt zo sneller een auto dan in een fiets ook. Echt, dus, hoor. Nou, ik ga eens wel met de kledingkast. Ondertussen ga ik eens even kijken wat voor helse dilemma's mensen nog meer hebben. Eens even kijken. Ja, de plinten. Oh, de plinten, hou op. Dat neemt de schoonmaakster bijna ook niet mee. Het is er geen tijd voor. Dit is gemeen. Geen wil of geen team. Maar hoe kunnen we daaruit kiezen? Dat kunnen wij niet kiezen. Dat moeten andere mensen voor ons kiezen. Dat doen we niet hoor. Dat kan echt niet. Olijfolie zweten of yoghurt niezen? Wat? Olijfolie zweten of yoghurt niezen? Wat rare vragen verzinnen jullie inderdaad. Zweten vind ik of iets. Liever yoghurt niezen. Dan kun je dat met een in een zakdoekje doen. Maar. Ja, vind ik ook. Top. Nee, het heeft die vette olijfolie over je neus. Dat is ook. Wat heeft hij gedaan? Heeft hij gebeten? Hij heeft een bloedneus gehad. Nee, ik bedoel, nee, hij zit echt allemaal van die stukjes aan de linkerkant. Oh, hij bijt inderdaad. Hij bijt aan de linkerkant. Oh, dat is echt wel gewoon flauw. Oh nee! Hij bijt. Kijk hier. Ja, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Even kijken hoor. Ja, zo zien het. Ja. Oh. Hey, vind je dit nog leuk voor mij, een vliesvestje? Voor Jim misschien wel. Nou, deze is echt groot hoor. Deze past Gijs nog niet. Oh. Nou ja, dat is precies. Doe maar. Ja, zo, ik leg hem over het krukje heen. Ja, dat is precies wel handig. Gewoon eens een keer naar buiten. Zo'n stoffie man, wil. Je mag daar wel gaan stoppen zo meteen. Echt hè? Oh, ik had wat meer die kant afgegeven. Wat gaar, wat erg. Nooit meer vloggen of nooit meer een boek uitbrengen?
is ook echt onmogelijk, jongens. Ja, dan moet ik weer een boek uitbrengen, denk ik. Ja, dat klinkt ook wel heel erg, maar dan denk ik, ja, als ik nooit meer zo vloggen, dan maak ik met zo helemaal zo weinig van je mee. Ja. En maar, ja, en dan verzinnen we wel een andere manier om het ja. anders uit te geven. Ja. Ik heb een e-book uit, dat stond er niet in. Oké, nog een leuke. Even kijken. Nooit meer Tony Chocoloni of nooit meer caramel zeezout pepernoten? Nooit meer Tony Chocoloni. Ja, nooit meer Tony. Ja, klopt. Ik vind caramel zeezout pepernoten ook echt lekker. Oh, ze hebben nu weer te kopen. Ja, ik heb er al een zakje van gehad. Zal dat zakje? Dan heb ik er al drie gehad. Nee, dat waren drie verschillende soorten zakjes. De volgende. Staan slapen of altijd liggend eten? Nou, dan maar liggend eten. Ja. Oh, deze hele stapel gaat weg. Dat is toch heerlijk. Oké, dit is wel een leuke. Wil je kinderen kiezen je outfit of je man kiest je outfit voor een hele week lang? Mijn man kiest mijn outfit. Oh, bij mij niet. Want dan loop ik echt bij als Pamela Anderson. Of, nee, dat gaat niet. Nee. Nee, dus Mike moet nou, kiezen? Nou, als Mike zou kunnen kiezen, zou ik denk zeggen van nou kies jij maar wat inderdaad. Nee, als ik een jurk laat kiezen, dan loop ik ook wel als een non of als een soort van porno-ster. Dus nee, oh, heerlijk dit. Ik denk niet dat ik dat... Nee, hè? Een half uur lang met 0 graden hardlopen. 0 graden. Of een uur lang fietsen met 30 graden. Oh, maar een uur lang fietsen met 30 graden. Ik haat hardlopen. Echt, ik ben er niet voor gegaan. Wat is dit nou? Ik denk dan toch wat is, een is half dit? Uur hardlopen met 0 graden. Wat is er? Wat is het nou of zo die van deze kant? Dat denk ik, ja. Oh mijn god. Als je dan echt goed gaat schoonmaken, dan zie je ook opeens allemaal shit, hè? Dat is net als een oud huis. Als je het op gaat knappen, je denkt, oh, we hebben al heel veel opgeknapt. En hoe meer je aan het opknappen, hoe ouder dat huis lijkt. Op ja, dat is ook echt zo, precies. Zo'n ding. Nou, deze is, ja, is wel eens goed. Het ruikt gelijk ook lekker fris. Ja, overal, ja. Dat spul, dat goedje ruikt ook lekker, hè? Lekker, nou. Hmm. Jee, maar ik heb echt 5 slaapzakken voor die jongen. Dat gaat toch nergens over? Ik heb er ook 4. Hier, wil je nog een badcape? Ik heb er 4 van dit soort dingen. Deze is zo leuk van Trixie. Ik gebruik het nooit, man. Zo. Oh, man, dat stoppen. Ja, het is toch ernstig, hè? Ja, stoppen. Maar ik heb ook altijd het gevoel dat je echt kan blijven schoonmaken. Ja, joh. Dat heb ik ook niks tegen. Dat is nog precies. Kijk, dit is gewoon beeldstilo. Je mikt die luiers gewoon allemaal in de laag. Ik weet al wat jij zou doen. Jij zou het netjes ordenen. Ja, dat ga ik ook zeker doen, want dit kan ik echt niet aanzien. Kom hier, kom hier. Nee, wacht, dit moeten jullie even zien. Wel, je word je toch gewoon niet vrolijk van als je dit ziet. Laatst in Stel je Vraag op Instagram, toen zei iemand tegen mij, wat is het verschil tussen jou en Willemijn? Dat ik zeg, nou, bijna niks boven onze kledingmaat. En zei iemand, ja, maar jullie zijn toch echt wel heel erg uiterste met koel en warm qua kleur en ook qua geordend en totaal niet geordend. En toen dacht ik, heb je dat over mij? Want dat klonk zeg maar alsof diegene zei van, ik niet geordend. Toen dacht ik, nou, op sommige dingen misschien niet, maar hier ken ik dus echt niet tegen. Dus ik dacht, nou ja, we zijn denk ik alle twee op andere dingen geordend. Ja. Maar als het over dit soort dingen gaat, denk ik, ja, dit zou ik niet aan kunnen zien. Nee. En met andere dingen ben ik weer totaal niet geordend en echt een enorme chaot. Dus tja, hè? Het is de teamprecisie dit, hoor. Nou, jojojojo, heerlijk, het hoor. Het is in een mandje nog zo. Nou, weet je wat ik? Nee. Ik kom bij jou wel een keertje helpen met het grove schoonmaakwerk. Ja, heel het grote geschut. Ja, het snelle dingen. Hier wordt Sinterklaas toch een stuk vrolijker van als je dit ziet, toch? Bedje opschutten, kijk eens. Ik zie hier nog een bloedneusvlek. Wacht. Waar? Ja. Hier, gaat een bloedneus gehad. Oh, heerlijk. Alles allemaal lekker stofvrij. Maar ja, ligt ook best wel stof op de vloer nu. Ik zag net in die hoeken vooral hier ook wat liggen. Maar daar hebben we een oplossing voor, hè, Wil. Ik heb nu een stofzuiger, jongens. Een zakloze stofzuiger. Het is de Robenta Science Force. Ik had hem al in mijn weekvlog laten zien. Ik heb hem nu 2 weken in gebruik. Hij bevalt echt top. Maar ik ga je er alles over vertellen. Kijk, wat oh, ik vond me net zo'n... Een telzo-vrouw. Nou, ik... Uit haar paarstok. Ja, kijk. Zo. Maar wat ik dus ideaal vind, want je hebt allemaal als vloerkleedjes. Ik heb dus standaard op de houten vloerinstelling. Yeah. Maar je kan dus ook naar laagpolig en hoogpolig vloerkleed overschakelen. Kijk, dus met pakketvloer heb je van die borstels onder. Deze is dan voor laagpolig vloerkleed en deze voor hoog. Dus dan, ik heb mijn hand ertussen. Maar dan hoef je dus niet per vloerkleed de vloeroppervlak te wisselen van zo'n nieuw borstel. Ja, zo'n nieuw stuk erop te zetten. Precies. Oh, dat is makkelijk. Hey, ja. Ik heb er nog een plasticje op zitten. Tadaa. Zo nieuw is die dus. Het is dus de stilste stofzuiger zonder zak. Met op alle criteria een A-label. Dus hij is heel energiezuinig.
En in deze stofzuiger zitten verschillende filters. En door deze filters wordt er 99,98% van het stof vastgehouden in de stofzuiger. Waardoor je dus heel weinig stof uitstoot. Al die S-woorden, jongens, ik kom er gewoon niet uit. Maar you get my point. Hij laat dus heel veel stof in de stofzuiger zitten. En dat is ook precies wat de bedoeling is. Wel zo handig ook met mijn allergische mannetjes. Aan de slag. Ja, geweldig. Zo, je hoort het helemaal ratelen. Ja, heerlijk geluid vind ik dat altijd. En kijk, nu heb je hier al het vloerkleedje, dus dan zet ik hem op die. En dan kan ik hier op stofzuigen. Is je huisvrouw wel hard blij? Maar echt serieus, deze stofzuiger is zoveel lichter dan wat ik had. En het leukste wat je met deze stofzuiger na afloop kan zien, vind ik, met zo'n stofzuiger zonder zak, is dat je kan zien wat je hebt opgezogen. Dirty. Heuvelstof, haar en zand. Ja, dat zand dat komt echt van mijn kinderen. Kijk, maar dit kan dus helemaal afgewassen worden. Dus deze leeg dan in de prullenbak. Dan was ik deze af met de hand. Gewoon met de borstel. En deze kan ook helemaal schoongemaakt worden. En dit filter wat erin zit, kan je afspoelen. En je ziet echt dat het echt vies is geworden. En ik heb het maar een paar keer gebruikt. Dit kan je dus helemaal afspoelen. Dus dat vind ik echt wel ideaal aan deze stofzuiger zonder zak. Ik wil volgens mij niet meer zonder. Ik wil eigenlijk niet meer zonder stofzuiger zonder zak. Snap je me dan? Ja, nee, ik snap het helemaal. Ik heb zelf ook een stofzuiger zonder zak. Ik vind het ook wel ideaal, hoor, moet ik zeggen. Ja. Nou, en dan bouw je hem weer in elkaar. Ik heb soms nog een beetje ruzie met hoe die erin moet. Maar dat is eigenlijk het fluitje van de cent. Maar dat ligt meer aan mijn logisch. Ja, ik heb het ook altijd met dit soort dingen, hoor. Dat Jorik klikt er zo in, maar ik daarentegen... En ik heb het dat zegt, ja, dat zie ik toch zo, dat zou. Ja, maar dat... Kijk, tada! Oké, wil nog even twee dit soort netjes om het af te leren? Laten we dat doen. Dat is zo leuk. Eens even kijken. Zijn er echt mega veel. Ja joh, echt bizar. Even kijken. Sorry, ik ga op de zaal. Oh my god, of in bad met 1000 spinnen of in bad met je oude aardrijkskundeleraar. Nee! Nee, deze is echt heel erg. Nee. Je oude aardrijkskundeleraar naakt. Nee, dat kan echt niet. Dan. Doe maar spinnen. Oh, maar dat ik, als je dat zegt, dan krijg ik echt kippenvel. Ja, maar je oude aardrijkskundeleraar. Nee. Die van mij had een baardje en een kaal hoofd. En die stonk altijd naar zweet. Die van mij zei echt 200 keer in een half uur. En die was inderdaad de tundra, de tundra. Oh, als het van die kleine spinnetjes zijn die niks doen, vind ik dat. Dan maar 1000 spinnen. Ja, ik zou wel echt heel vies in mijn Ik zou echt naakt met 1000 spinnen ook in bad. Dat staat er niet in. Dus ik zou een pak aantrekken. Dan doe ik het ook. Ja. Dit is ook wel een hele rare. Elk jaar ouder worden of elk jaar jonger worden? Nee, ja, ik ga voor elk jaar ouder. Ja, jij ook, hè? Ja, nee. Het is heel raar om jonger te worden. We hebben weer een baby. Dat zou toch heel freaky wezen? Nou, plus, hoe moet het dan met mijn kinderen? Zeg maar. Ja, met weer een jongere dan je eigen kinderen. Dat kan niet. Nee. Nee. Daar zouden ze een film over moeten maken. Nou, dat doet me een beetje denken aan de Silent... The Curious Case of Benjamin Button. Oh, dat die is ging daarover. Ja. Ja, precies. Ook nee, dat lijkt me echt Nee. Misschien zijn het. Nou, nee. Kijk, we zijn er nog heel jong. Misschien dat we daarom zeggen dat we oude. Ja. We hebben dit 80 bent. Als je 80, dan ben je gewoon terug in de tijd. Ja, 90 zeg ik ja hoor, dan laat ik dan maar terug in de tijd. Anyway, ik vond hem hilarisch, deze This or That. En het was ook gezellig om even schoon te maken. Nou, het is hier wel lekker weer fris. Dat is op zich wel. En ik vind met z'n tweeën altijd leuker dan hier eentje. Ja, die eentje is hier altijd als een berg tegenop. En die is nog wat een beetje. Wat zullen we gaan doen? Nou, eens even denken hoor. Hey. En daarnet hebben we volgens mij niet gevlogd of wel? Nee, we hebben niet gevlogd. Maar de tweede vrachtwagen kwam inmiddels met de tweede druk hier binnen net. En ik bedenk me net dat morgen, als het goed is, de eerste boeken hopen we op de matten gaan vallen van degene die in de pre-order hebben besteld. Gesigneerd en wel met een kaartje erbij. Oh, het is zo tof. Oh, ja, hij komt morgen als het goed is. Weet je, schrik niet als hij een minuutje of een minuutje. Een dagje eerder of later, want post, dat is gewoon afhankelijk van heel veel factoren. Maar in principe valt hij bij de meeste mensen op 3 november op de mat. Internationaal ook? Internationaal duurt dat iets langer. Ja. Dus dat zal waarschijnlijk in de loop van volgende week zijn dat je hem dan binnenkrijgt. Maar het is wel heel tof dat het nu inmiddels eruit is geweest. En op een gegeven moment komen we ook opeens in de krantjes te staan en zo. Ja. In de metro stonden we op de voorpagina. Jullie reacties zijn echt. Dat is echt heel erg leuk. Geweldig. Het is echt een beetje een soort van, oh my god, what's happening over here? Dus dank jullie wel voor... Big smile. Alle love. En... tot de volgende keer. Doei! Doei.